Vooraleer we overgaan tot het lezen van CSV-files specifiek, gaan we eens kijken naar gewoon het lezen van regels tekst uit een bestand. Ik heb hier een bestandje gemaakt. Ik heb een gedichtje hierbij gehouden op mijn desktop. Dus we gaan dat gedichtje eens lezen in het programma. Ik ga hier demonstreer files aanmaken als extra methode. En die oproepen. En ik ga, omdat ik met files wil werken, de system.io namespace ook gebruiken. Dus in de system.io namespace vind ik verschillende namen terug die ik nodig ga hebben. Dus de namespace, nog eens als herinnering, de namespace is eigenlijk een naam. En die naam die wordt gebruikt om andere namen een uniekere betekenis te geven. Dus zoals bijvoorbeeld, mijn voornaam is Vincent en er zijn veel mensen die Vincent heten. Mijn familienaam is Nijs. Wel, er zijn veel minder mensen die Vincent en Nijs heten. Dus hoe meer van die dingen, hoe meer namen dat je voor een andere naam zet. Familienamen worden typisch achter een andere naam gezet, maar het idee is hetzelfde. Hoe meer namen dat je erbij zet, hoe unieker een bepaalde naam wordt. En het idee in code is dat je eigenlijk altijd door het gebruik van namespaces weet exact over welke naam het gaat. Dus in de system.io namespace gaan we een klasse file vinden. Laat ons dat eens doen. Laat ons eens gebruik maken daarvan. Dus string regels gedichtje is gelijk aan file.readAll. En dan ga ik hier readAllLines gebruiken. En hier, wat ik dan als argument moet meegeven, is de locatie van het bestand dat ik wil uitlezen. Ik ga dat hier met zo'n verbatimstring doen. Dus dat wil zeggen, een backslash betekent gewoon een backslash. Dan wordt c users nice, desktop gedichtje .txt. Even kijken wat er mis is. Ja, ik was vergeten de rechte haken achter string te zetten. Ja, want dus aangezien het read all lines heet, elke regel wordt apart beschouwd, dus je krijgt uiteindelijk een array van strings. Om dan te laten zien dat dus die regels echt gesplitst zijn van elkaar, dan zal ik dit doen. For each regel in regels gedichtje. Ik ga die regel printen. En hier ook nog een aantal streepjes ertussen zetten, zodanig dat je het goed kan zien. Even kijken wat ik heb hier ergens. Ah ja, ik moet daar ook nog bij zeggen. String regel. Fout. Zo. Dus dat is uitproberen. Rozen zijn rood. Komkommer is een plant. Ik lees vandaag regels uit een bestand. Dus je ziet, elke regel wordt nu apart behandeld.